zoals je heel duidelijk kunt zien in dit ontwerp, er is geen aparte romp meer. De romp en de vleugel zijn eigenlijk geïntegreerd. Dus je krijgt zeg maar die samenwerking tussen de vleugel en de romp. Dus passagiers zitten als het ware in de vleugel en daardoor hebben we dus minder weerstand. En dat leidt tot minder brandstofverbruik. Is dit het vliegtuig van de toekomst? Ja, je weet het nooit. Het is in ieder geval weer iets nieuws. We hebben natuurlijk de traditionele vliegtuigen, die zijn bijna uitontwikkeld. Je hebt ook de blended bodywing, maar die heeft grote nadelen, want dan moet je vliegvelden aanpassen. En dit is een tussenvariant, dat is heel interessant. Om te laten zien dat je dit niet alleen op papier echt kunt uitwerken, maar dat het ook echt de lucht in kan, dat het bestuurbaar is, dat het stabiel is, dat hij daadwerkelijk van de grond komt hè, met het onderstel. Al die vragen die we daaromtrent hebben, om dat gewoon te laten zien in de praktijk.